Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Amazon Prime film Cassandro. En het is een film in de wrestlingwereld, dus daarmee heeft het wel gelijk mijn interesse. Maar het is wel eentje uit de specifieke hoek van de wrestlingwereld, namelijk die van Exoticos in Mexico. En ik heb dus een tijdje Lucha Underground gekeken en dat was toen mijn introductie aan de echte Lucha-stijl. En daarin heb je dus minis, wat soort van midgetworstelaars zijn. En je hebt Exoticos en dat zijn dus deze soort van drag queens of transgender-achtige characters. En Cassandro is dus eentje die echt bestaan heeft en die blijkbaar dus ook wel redelijk populair was in Mexico. En ze bouwen in deze film dus ook op naar een grote match die hij gehad heeft met El Santo. Maar iets wat ik niet wist over Exoticos, maar wat ergens ook wel logisch is, is dat ze dus in Mexico altijd ingezet werden om te verliezen. Want wrestling was vooral in die tijd natuurlijk wel echt een mannelijke mannensport, zeg maar. Dus dan wil je als sterk mannelijk figuur natuurlijk niet verliezen van een drag queen. Maar Cassandro was dus blijkbaar wel echt iemand die daar veranderingen heeft gebracht in de manier waarop die Exoticos dus gepresenteerd kunnen worden. Aan het begin van de film is hij dus een worstelaar die gewoon een vrij standaard babyface is en zijn naam is dan El Tapo. Maar pas wanneer hij het Cassandro personage vindt, dan begint hij echt te connecten met het publiek, zeg maar. En dan begint er dus ook steeds meer interesse in zijn matches te komen. En ja, op een gegeven moment wanneer je het publiek dus zo erg achter je hebt staan, dan moet de organisatie wel een beetje op je inzetten. Dus vandaar dat hij de eerste Exotico was die wel begon te winnen. Maar de man achter de worstelaar, daar gaat deze film natuurlijk over. En we leren dus ook heel veel over zijn persoonlijke leven en de band die hij heeft met zijn familie. Nou, hij is dus een gay guy, maar hij is opgevoed door een single moeder, zeg maar. En dat is wel de vrouw waar hij echt tegen opkijkt. En hij ziet dus ook Cassandro als een beetje een eerbetoon aan vrouwen. En dat is dus wel heel iets anders dan de appropriation vibes die we soms krijgen van dit soort figuren. Ik denk dat Cassandro nog wel een van de meer smaakvolle Exoticos is. En ja, de band die hij dus heeft met zijn ouders of het gebrek aan de band met zijn vader, dat is dus ook wel een belangrijk deel van de film. En richting het einde van de film kan hij dan ook eventjes zijn vader ontmoeten nog. En verder heb je natuurlijk ook een romantische verhaallijn erin zitten waarin hij een stiekeme relatie heeft met een andere worstelaar waarvan mensen niet weten dat hij gay is. Maar ik denk dat de film wel echt gedragen wordt door Gael García Bernal, dat is dus de acteur die Cassandro speelt. En een andere performance die me dus ook heel erg opviel in deze film is die van Bad Bunny, want ik heb Bad Bunny tot nu toe altijd in kleine rolletjes in films gezien. En het is nou niet zo dat deze rol per se heel veel uitgebreider is, maar hij kan wel wat meer laten zien van wat hij kan als acteur in deze film, denk ik. Ik vond hem er in ieder geval wel een beetje bovenuit springen ook. Maar omdat het dus een film is die zich afspeelt binnen de hele drag queen Exotico hoek, heeft hij het ook heel goed gedaan bij filmfestivals. En denk ik ook wel dat er een kans is dat hij genomineerd gaat worden voor een aantal Oscars. En ik weet niet precies wie de heavy hitters zijn voor beste mannelijke hoofdrol dit jaar, maar ik denk wel dat Gael García Bernal ook gewoon een kans maakt. En ja, er zijn sowieso echt honderden verhalen uit de wrestlingindustrie die nog gewoon makkelijk vertaald kunnen worden naar een film of een serie, die zeker interessant genoeg zijn voor een breder publiek ook. En ik denk dat deze toch wat meer niche is, maar dat die dus wel zou moeten aanslaan bij zowel wrestlingfans als binnen de hele LGBTQ community. Maar wat wel apart was met deze film is dat ik hem dus zag staan op Prime Video, maar even later er opeens niet meer, dus ik weet niet precies wat er aan de hand is met die rechten voor de film hier in Nederland. Maar hopelijk wordt hij dus snel gewoon weer op Amazon Prime gezet, want ik denk wel dat hij daar het kijken waard is. Helemaal als hij dus ook genomineerd gaat worden voor wat Oscars. Maar misschien heb jij al de kans gehad om Cassandro te kijken, want hij heeft dus wel een tijdje gestreamd op Prime. Laat me weten wat jij van de film vindt in dat geval. Bedankt voor het kijken naar mijn review en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.